We staan hier na een 2-2 puntendeling met Barendrecht. Wat voor wedstrijd was het voor jou? Ja, het was een wedstrijd waarbij wij eerste helft minder waren dan de tweede helft. Maar ik denk dat wij de tweede helft gewoon veel dominanter waren en dat wij makkelijk de 3-2 konden maken. En ik vind ook dat de 2-1 van hun ook onnodig was, weer uit de standaard situatie. Ja, dus ik vond wel dat wij hier meer punten konden halen. Ja, meer punten, maar je was wel de belangrijkste man bij Sparta-kant, want 2 doelpunten. Klopt, ja. Ik heb vandaag weer 2 doelpunten gemaakt. Leuk natuurlijk, maar ik had het liefst natuurlijk dat we ook zouden winnen. Ja, dat snap ik. 14 doelpunten onderhand in de tweede divisieseizoen. Maar ja, wie is Halil eigenlijk nu als speler? Ja, ik ben iemand die vaak richting het doel speelt. Ik probeer gewoon echt me alleen te concentreren op doelpunten. En ik kan wel goed wegdraaien. En ja, zoals je zegt, kan ik ook wel goed scoren. Daarnaast ben ik iemand met overzicht. En ben ik ook gewoon een goede teamspeler. Ja, want 14 doelpunten, wat ik net al zei, is het nu, dit seizoen. Maar ja, waar ligt de ambitie van Halil? Ja, mijn ambities zijn zeker Sparta 1, omdat ik hier al heel mijn leven lang speel. En vanuit daar hogere stappen te kunnen maken. En wat is voor jou hoger? Hoger, ja. Hoogst wat ik uit mijzelf kan halen. Dat is zien wel waar dat komt. Ja, en dan eerst maar het seizoen afmaken bij Jong Sparta. Hoe ga je dat doen? Ja, proberen veel wedstrijden te winnen en natuurlijk heel belangrijk te zijn voor het team. En mezelf meer ontwikkelen en mijn zwakkere punten te verbeteren. En waar eindigden we dit seizoen? Geen 14 doelpunten, hoeveel? Ik schat rond de... ik denk wel boven de 20. Kijk, dat willen we horen. Succes verder. Ja, dankjewel.